Alronatong is je weet hier in het haske smoordrok Daar wie een hele grote volk bij elkaar ter voorbereiding van het slaapfestival. En dat slaapfestival dat zal plakvinden op het AZC, net nou, op het AZC, maar er vlakbij. Ik ga even praten met Janneke De Haan. Die uh, zit mij in de organisatie. Kerst even nu wie lezen. wie je precies best Janneke? Nou, ik ben uh, onderdeel en oprichter eigenlijk van Haring en Humus. Dat is een stichting uh, die zich inzet om community art-projecten uh, te organiseren op plakken waar een AZC shit. Om mensen uit het AZC in contact te brengen met mensen ja, uit het dwarp. En ik doe dat samen met de oren oprichter, Geertje Posma. En je binnen Jeroen in Balk. Wij hebben er al al een Zurhoorn bezig om de mensen van het AZC en de bewoners van Balk een beetje bij me te brengen. Precies. En dat is ook de bedoeling van dit slaapfestival. Ja. Nou heb ik zoiets, een slaapfestival, maar uh, dat is dan net zo vol hoor. Want dat, uh, sliep ik lekker. En slaapfestival is hartstikke spannend. <laughs> dus de titel is ik, uh, Breng jij met ons de nacht door. Nee, slapen rijkt om een hele mooie thematiek die wij heel graag uh, ja, een verdieping willen, jammer, dit festival. Namelijk ja, slapen, dromen en de sterren. En daar kun je al je prachtige verhalen omheen verzinnen, die ik meteen heel persoonlijk kunnen wijzen en die iets kunnen vertellen over wie jou binnen. Juist. En op die manier uh, komen die verha is het bedoeling dat die verhalen die naaktsaligeren loskomen en verteld worden? Ja. Ik zie hier beneden in het Haskeik dat een beetje weer in mijn bedscot werd, tekeningen op opkwamen. Ja, er komen al jaar activiteiten op het festival. En, um, nou, een daarvan is dat wij een kunstenares in de handen hebben, Lisette Bokma. En zij Git, Mai, mensen uit het AZC en mensen uit balk, alle je bedden ontwerpen. Fantasierijke bedden. En dat wordt uh, onder andere het decor van het festival. Uh, festival, maar dan had het dus ik niet dat er uh, ik muziek bracht wordt. Uh... Ik muziek bracht, een ooronderdeel. Uh, we die een troosjoukje van de land. Dirigenten die hier uit balk komt. Zij geet maar een vrouwenkoor zij bezig, maar slaapliedjes van over de hele wereld. Oké, okay. dat vind ik heel leuk, want daar ben ik een hele grote verscheidenheid aan slaapliedjes. Denk ik. Ja, in allerlei soorten en maten en talen en uh, die kunnen we alle uh, jaar mixen. Ja, uh, want op het AZC zit ik al een hele protte verschillende uh, ja, nationaliteiten bij elkaar, denk ik. Ja, klopt. Dat, uh, dat is zeker net een nationaliteit. Maar wij hopen, maar kunst, uh, eigenlijk mensen samen te brengen zonder ja, al die verschillende talen te praten. We, wij willen eigenlijk met onze projecten, laten dat je soms helemaal geen taal nodig hebt om elkaar te begrijpen, maar dat dat dus heel goed via de taal van kunst of muziek. Kan. Juist. Uh, binnen de, de mensen van het ACC hier in Balk uh, inmiddels de, de Nederlandse taal een beetje machtig? Nou, dat gaat eigenlijk wel vrij snel. Ik kreeg nog praten met mijn vrouw die hier nu vier maanden is in Nederland. En daar koek ik eigenlijk al een aardig beetje Nederlands maar praten. Maar het is wel goed om te zeggen: Uw project is er ik op gericht om de Nederlandse taal ik in te zetten om mensen ja, spelenderwijze eigenlijk, of via uw project, ik de taal. Uh, ja iets better te leren kennen, ja, het te brukken uh, leren. Ja, een ooronderdeel is verhalen vertellen. Uh, wij in duos matchen van een bewoner uit het AZC en een bewoner uit Balk en die koppelen we en die zullen op het, op het festival een verhaal vertellen. Okay. En? en ja, dat zil ik. Uh, zij zullen ook hoor ik uh, nederga in het uh, verstehen van de taal en in het leren van de taal. Heb je een bepaald thema aan die verhalen of? Ja, het thema bloot rondom slapen, dromen en de sterren. En bijvoorbeeld in je verhaal Ken Gien uh, ja wat de grootste droom is van je. Of de droom op dit moment, of wij jezelf, hoe zie je hier graag, zo'n Chen Ja, even vertellen waar je uh, graag wollen in, in de toekomst. Uh, een slaapfestival, het, het, het is in de nacht, dat, dat, van hoelet dat Houlet. <laughs> Ja, het begint op uh, Vretenjoen 14 juli om 8 uur. En het wordt tot Sneurentemor 15 juli om 8 uur. En we sluiten allemaal een feestelijk ontbijt in de boetenlucht. Zo. Dus... Ja, het is een hele nacht lang met allerlei activiteiten. En we zullen zeker uh, een plakmaatje om te sliepen. Ja, dan ken je daar Dus op het festival ken je ook wel even Delia. Ja. Je ken je ik ja. Oké. Okay. <laughs> Gebeurt dat op het uh, asielzieken Sem? Nee, het gebeurt op het Laan het asielzoekerscentrum. Oh. Ja. Je uh, hebt dat bij het asielzoekerscentrum. Nee, uh, wij hebben ja zocht naar een locatie en wij woonden dat net op het asielzoekerscentrum hè, en ik net uh, helemaal in balk. We woonden eigenlijk een mooi neutraal terrein. En nou het uh, een, een boer, uh, Petrus uh, van der Goort die het uh, een stukje Laan ter beschikking stelt en daarmee wij dat festival uh, okay. ja doorzetten. Dat is een moeite beweging. Zeker. Ja. En en maar daar komt dan een tent te steen of, uh, of is het in de Buddenlucht? Nou, het is in de buitenlucht. Oh. Ja. Dus we hebben mooi waarbesteld. Ja. Ja. Dat, <laughs> mooi dat we dat kennen dan. Ja. <laughs> Alina, uh, het festival kan net bestaan zonder de, uh, ja, hoe ze dat, de, de ideeën van de mensen in en ik de deelname van mensen in Uitbalk het en het AZC. En daarom hebben wij voor volgende week het tongersje. Uh, 8 mei hebben wij een brainstorm georganiseerd in de bibliotheek. En die, ja, die begint om acht. Dus als jij nou denkt, goh, ik wil eigenlijk wel op een of andere manier mee doen aan het festival. Wij kennen alle hulpbroeken en wij kennen alle ideeënbroeken. Ja. Dus kom vooral, er is ik nog plak om oren ideeën. En als mensen denken, ja, maar ik wil eigenlijk iets. Uh, nou, heb hier al een idee hoe slaapmutjes krijgen. Ja, ja. Dat, okay. Er is natuurlijk alles te verzinnen. En ik wil meestal graag u nodigen en u dagen om eens tinken. Van hé, hey, wat ken ik eens dwan? Mijn, mijn thema yeah. hey. Ja, slierpen. Ja, ik de Haan. Tegen u bedankt. Nou, ja, dank u wel.